Vrienden, dat is toch niet te verdragen in Nederland. Dat gedoe met die kerken, dat is toch werkelijk te schandalig voor woorden. Eerlijk is eerlijk. Ik bedoel, als jij nou een horeca-eigenaar bent en je ziet dat gewoon de kerken wel gewoon open mogen blijven. Die mogen gewoon in gang gaan. Want dat is dan zogenaamd geregeld bij de grondwet. Oh ja, nee, blijf maar open. Ga je gang maar. Nee, doe maar. Nee, want het is allemaal hyper de pipura en de gloria voor de Heilige Geest. En dan is het oké. En dan hoef je je dus niet zo verschrikkelijk aan al die coronaregels kennelijk te houden. Want ja, je bent van de kerk. En jij gelooft in God. Ja, en als je gelooft, ja, nou, dan ga je gang maar. Dan mag alles. Nou zeg, heb jij een sportschool en je bent even geen kerk? Dicht. Ja. Ben jij een amateurclub en wil je lekker voetballen in de kantine? Dicht. Ja, want je bent geen kerk. Ja, daar gaat het om. Je moet wel een beetje dit hebben. En je moet wel een beetje erin geloven. Anders mag je niet open. Het is toch op uit je vel te spatten gewoon. Het is toch met die Joep van het Hek. Die zit zich nu al wekenlang suf te piekeren. Hoe moet hij dat doen met die oudejaarsconferentie? Want er mag niemand zijn zaal in. Nee, maar in de kerk. Ja, heb je dat gelezen vandaag? In Barneveld. Barneveld, ja. Die hebben een of andere gereformeerde club daar. Retobok, weet ik, de Retobotkerk. Geen idee. Honderden mensen zijn daar geweest vandaag. Nee, want moesten ze nodig. Nee, want ze konden thuis niet bidden. Nee, dat kan niet. Nee, want dit hoort op zondag. Dan moeten we bij elkaar komen. Nee, op zondag. Nee, oh god. Stel je voor, je steekt thuis een kaarsje op. Ja, en of je gaat thuis vrolijk op je knietjes tot de Heilige Geest of weet ik wel wie zit te prevelen. Ja, oh, maar dat kan thuis niet. Nee, daarvoor moet je wel naar de kerk. Het is toch werkelijk te gek voor woorden. Moet je kijken waar Nederland en waar iedereen zich op dit moment aan moet houden. En zij niet. Ja, en ik kan dat gewoon niet uitstaan. Luister eens goed. Ik geloof natuurlijk in Sinterklaas. Natuurlijk. Ja, en ik geloof ook in de kerstman. Want ik krijg van beide krijg ik cadeautjes. Ja, dus daar geloof ik in. Maar daar is het geloven wel gestopt, vrienden. En daarom, ik kan het gewoon niet verdragen. Stel je nou eens voor, er zou wel een Heilige Geest bestaan. Of iets in die richting. En waar je wel tot zou moeten bidden. Dan zou die toch bij zichzelf denken, als hogere macht. Oh, maar jullie hoeven vandaag niet te komen bidden hoor. Jullie hoeven voor mij vandaag niet te komen prevelen. Dat is niet nodig. Want ik snap dat jullie corona hebben en het virus en noem het maar op. En dat het heel erg noodzakelijk is dat jullie thuis blijven. Dat zou die wel begrijpen, die hogere macht toch? Maar de gelovigen van de hogere macht, die snappen dat niet. Nee, die kunnen dat even niet volgen. Die kunnen dat niet begrijpen. Nou ja, luister eens goed. Vrienden, ik ga afsluiten in totaal onbegrip.